Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans en ik ben schrijver en ik ben hier wekelijks op Land van Lezen te vinden met een nieuwe vlog. Nu heb ik het in een paar vlogs al gehad over zomerlezen. Hoe belangrijk het is dat kinderen tijdens de zomervakantie blijven lezen, zodat ze gewoon qua technisch leesniveau op hetzelfde niveau blijven en in ieder geval niet achteruit gaan. En daarom wil ik het dit keer hebben over meegroeiboeken. Nou, wat zijn meegroeiboeken? Meegroeiboeken zijn boeken waarin binnen het verhaal, binnen het avontuur, het AVI-niveau langzamerhand steeds hoger wordt. Dus het begint bijvoorbeeld op AVI M3 en het eindigt op AVI M4. Nu zijn er bij de verschillende uitgeverijen niet zo heel erg veel meegroeiboeken, maar de paar die er zijn, die zijn wel heel erg goed en ideaal om tijdens zomerlezen te gebruiken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld nu al een klassieker, De avonturen van Vos en Haas van Sylvia van den Heden. En ook de avonturen van Piet en Riet zijn hele leuke meegroeiboeken. Verder heeft het boek Kaat en Co. vorig jaar echt uitstekende recensies ontvangen. Maar mijn persoonlijke favoriet is dit boek. Wat een verhalen van Bill en Wil, geschreven door Rindert Kromhout en prachtig geïllustreerd door Jan Jutte. Nou, het verhaal begint op een AVI startniveau en het eindigt op AVI M4 niveau. En in het laatste verhaal gaat Bill op reis de wijde wereld in. Zonder Wil. Hoe zou dat aflopen? Tot de volgende keer. Dag.